Buls en Peers, welkom bij weer een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, ik ben ook nieuw op YouTube. Ik trade en investeer wel 8 jaar in de crypto. En ik wil al het goede gaan uh, geven en delen op YouTube. Dus vind je dat leuk, volg me dan zeker of abonneer eventjes. Uh, vandaag gaan we het hebben over ZRX, Ox of 0X. Ik weet soms niet hoe je al die namen, je kan niet 8, 8000 of meer dan 8000 namen onthouden of precies goed uitspreken. Uh, we beginnen hier gewoon even bij tegenover Bitcoin. Ik hou hem nog leeg. Ik probeer ook in elke video probeer ik het standaard op te bouwen. Ik doe het meestal in de daggrafieken en dan vraag ik eigenlijk aan jullie of jullie er dieper in willen gaan, zodat je ook zelf daarin leert. Als je het even zelf hebt geleerd, dan kun je er ook veel meer uit halen. En ik doe hem eerst even hier. Als je het echt heel strak doet en soms kun je die Wix ook echt wel vergeten om dat soort lijnen, maar je ziet hier is hij uitgebroken. Vaak doe ik dan gewoon heel even als begin dit. Ook al weet ik dat het, als het hier pas uitbreekt, dat ik pas echt goede Fibonacci targets krijg. Maar stel dat ik deze lekker even pak. pak hem eerst helemaal. Dan zie je al dat hij hier op zich de eerste keer, de, de eerste nieuwe vis. Maar deze vind ik nog niet echt heel uh, En het is ook nog maar aan het begin. Stel dat ik alleen even die candle pak. Dat vind ik er beter uitzien. En dan kun je die 6 en die 11 nog even vergeten. Vooralsnog kom je uit zo'n downmove, dan begin je eigenlijk altijd met deze. Dat kun je al vanaf hier dus tekenen. En vanuit deze, hier zie je een bounce en nog een keer hier een bounce. En vanuit deze gaan we echt naar beneden. En dan is deze nog net even iets lager. Je ziet ook, we zitten nu best wel op een bodem. Al zal er nog wel het percentage over zijn om te zakken. Maar ik haal deze eruit omdat deze best wel sterk eruit zag. Of een sterke baan zet. Maar je hebt dus nog echt wel een risico van 45%. Ongeacht wat ik nu allemaal ga zeggen. Ehm. Um... Dus ja, je hebt dit als eerste targets. Nou, je ziet al dat het hier gepierst is. Hier nog een keer: hier pierce je dit level. Dus dit maakt ruimte vrij om waarschijnlijk hier naartoe te gaan. En ik weet gewoon nog niet, of tenminste, niemand weet dat natuurlijk. Maar we weten nog niet of we daar naartoe gaan. Maar mochten we hier uitbreken, dan zijn dit je eerste targets naar boven. Dit is voor je lange termijn Bitcoin. En je hebt hier dus best wel een mooie plek. Want als we iets dieper gaan, dan zijn we hier uitgebroken. En als je dan in Eritrea's moet tool weer even hier gaat gebruiken. Als ik hem gewoon heel even van de bodem tot aan de top doe. Dan zie je dat we, en dan kan ik hem misschien nog wel ietsjes omhoog. En hier pierst dus, en dit is ook het risico dat we nog naar beneden kunnen gaan. En je ziet hier, en het hoeft niet altijd op een bodem als het pierst nog veel verder naar beneden te gaan. Dat, ja, je moet gewoon altijd dat af kunnen vragen. Dus zijn we hier naartoe geweest? Ja, we zijn weer teruggegaan. En hier kun je ook bijvoorbeeld weer. Daarom, je kan altijd links gaan en dan kun je leren en kijken of die Fibonacci's wel echt werken. Dus je pakt deze nou je ziet dat die hier eigenlijk support krijgt op die 06 en 8. En dan kun je dan straks weer terugverhalen naar andere. Down, of tenminste, andere moves. Uh, maar dit is gewoon om een beeld te geven dat je ook gewoon terug in de tijd kan Zonder te treden kun je al heel veel dingetjes leren. Ehm. Uh... Nu wil ik hem toch eventjes weer op een dag. Dat maakt het gewoon makkelijker met uitleg en makkelijker in een video. En het is gewoon wat overzichtelijker. Nu hebben we een soort van, uh, ja, een paar goede candles. En alsnog moet je niet vergeten dat je hier in een flinke down move zit. En dat dit misschien nog die 40% naar beneden kan. Maar hier heb je weer een mooie plek om achter te kunnen verschuilen. Als je ook ziet wat hij nu al vanaf deze grond is gegroeid. Het is al een 6%, nou zeg maar 13%. Uh, zit je er nog niet in, wacht altijd en helemaal wacht gewoon tot het dit breekt. En als je weer wat dieper erin gaat en je hebt vertrouwen in dat dit een bodem is, stel ik graag voor na een twee uur. En dat bedoel ik wel te met dieper erin gaan. Op zich zie je hier best wel georganiseerd geld. Deze, dit wordt het. De... Het zijn in ieder geval wel goede candles. Ik pak hem gewoon. Uh, Even tot en met waar we het hebben, tot en met hier en dan heb je hier een mooie plek en je ziet ook dat, dat deze samenkomt met die uh, moving averages en daarna die 7, 8, 6. Dus zo kun je een agressief, heb je hier weer een plek om achter te kunnen verschuilen en ik zou hem altijd onder deze doen en dan moet je zelf bepalen wat je stoploss wordt. Maar je kan dus ook gewoon wachten tot het hier uitbreekt. Want stel, je gaat hier tegenaan en dan gaat het nog veel verder. En dan past die 40%. Dan heb je er niks, ja, ben je er niks aan verloren. En je kan er gewoon bekijken hoe die koers dan verder gaat. En altijd weer naar andere coins kijken of er andere kansen zijn. Maar goed, je wacht hier dus op. Ik zal ook wel weer een video maken als, als het een beetje een update nodig heeft. Want dit zijn je targets dan. Hier gaan we echt flink naar beneden. Hier zakken we ook door die andere bodem heen. Dus dan zijn dit je targets, die blauwe. Je ziet ook weer dat die 618 bij deze wicks een beetje uitkomen. Die 382 komt eigenlijk bij deze vloer. Je ziet hier bounce hij erop en hier bounce hij erop. Hier bounce, hier gaat hij er flink doorheen, maar hij bounce er nog wel op. Dus weer, je trekt hem vanuit daar en ik doe hem even de dag. Misschien zie je het dan makkelijker. Hm. Niet heel erg, maar je begint gewoon weer vanaf hier. Dus dit zijn je eerste targets, ik zal even kijken wat zijn net voor targets, als je hem echt weer van die bodem af pakt, is het toch nog een 70% en uh, misschien nog een 100%. En dan zit je er dus al in en pak je winsten voordat het misschien een hele grote move gaat doen, want het volgende target zijn deze witte targets. Dan haal ik deze even weg, zijn deze witte targets. Dus dit is tegenover de BTC kant. Je zit hier dus vrijwel vrij op een bodem, maar je hebt nog wel dus het risico van een 80%, uh, 80%, van een 40%. Ik zal nou even weer. Ik heb ook een video gemaakt over support en resistance. Nou, hier heb je dus zo'n voorbeeld. Of tenminste, dat kun je gewoon echt bij alles pakken. Dat je een beetje een idee hebt waar de bodem is. En dus, dit is je risico. Die bodem is je risico. En. Ook misschien wel eens een keer een video maken over beerflex. Maar dit kan dus ook gewoon een beerflex zijn. Nu weet je mijn, als je mij een beetje volgt, dan weet je mijn strategie en wat ik een beetje de komende tijd verwacht. Ik kijk ook andere video's terug om te bekijken wat het is, als je dat nog niet weet. En elke video zit wel een beetje een langetermijnvisie in, dus aan elke video kun je gewoon wat hebben. Ik heb ook in elke video. ...doe ik van alles in de beschrijving. Heb je daar aanvulling op? Geef het in de comments. Of heb je een coin waar je vast zit? Geef het in de comments. Uh, kijk zeker in die beschrijving. Ik heb allemaal handige links voor jullie daar neergezet. Laten we naar de dollar gaan. En je ziet, je krijgt best wel gezonde candles op dit moment. Alleen, je moet alsnog niet deze candle uh, vergeten en deze candle vergeten. Dat zijn gewoon hele erge bearish candles. Als we nu naar de dollar gaan, dan gaan we eerst weer kijken waar we zijn. We zijn bij die vorige piek geweest. Ik heb hier persoonlijk niet in gezeten. Als ik hem helemaal vanaf hier pak. Eigenlijk begint hij hier. En je ziet ook dat die VIP's er dan nog iets beter doen. Vind ik niet, je ziet dat die prijs gewoon veel te snel gaat. Kijk weer links. Wat gebeurt er links? Een gigantische move. Daarna helemaal naar beneden. Eigenlijk net niet bij die square. Dus het moet nog lager gaan. En het gaat hier nog veel lager. Je moet je dus afvragen of deze niet helemaal al gevuld moet worden. Want hij is hier dus net niet helemaal gevuld. Maar goed, je, we zijn nu hier, of tenminste, we zijn nu hier. Maar je hebt hier een gigantische move gemaakt. Een sustainable move, moet weer helemaal terug. En vanuit hier krijg je echt een gekke bounce. Ik wil niet zeggen dat dit garant staat voor de toekomst, maar we kunnen dus wel een bounce verwachten. Of de kans is groter dat we nu een bounce hebben. Als je dan ook weer naar het haast heel veel mensen hebben er haast in en denken dat ze alles missen. Als je dus straks gewoon, zoals nu heb je eigenlijk best wel een move gehad, wacht dan weer gewoon. Hier springt het er eigenlijk uit. Ik zal straks de percentage geven. Je trekt hem weer tot en met hier. Je hebt hier een plek om achter te kunnen verschuilen. Het liefst zo laag mogelijk. Als ik hem volgens mij echt van die punt. Dan kom je bij die 7, 8. Hier, dan, dan heb je gewoon een mooie plek om je achter te kunnen verschuilen. En dan bedoel ik ook weer achter deze wik. En daarna kan je met deze hele run mee. Ja. Want daarna geeft hij niet heel veel meer terug. Um, als je dan ook weer dat bekijkt. Zeg maar als we naar boven gaan. Dan kwam je uit deze move. Eigenlijk. Dit was echt het allerlaatste stukje. En dan zie je dat die 7, 8, 6 weer belangrijk was. En op zich ook die 6, 6 en 8. Want hierna duurde het nog maar een paar dagen voordat je meteen een beslissing moet maken. Maar goed, we hebben hier, de, of tenminste, maar goed. Springt het dus weg zoals nu? Mooie candles. Wacht gewoon tot het weer naar je toe komt. En dat je weer een mooie plek om uh, ja, ja, een stop los achter te kunnen zetten. Dus hier zijn we bij die 83 geweest. Op zich weer een teken dat we laag gaan. En wat zien we hier? Voor degene die mij nu een beetje kennen. Hier heb je weer risico. Zoek het op. Ik zal het ook in de uh, beschrijving zetten. Square. Een hele open plek waar we. Als ik gewoon ga kijken, zijn we daarop teruggekomen. Doen we even vanaf hier. Nou, je ziet het. We zijn niet teruggekomen. Dus, dit is gelijk je risico. Deze candle is je risico. Maar goed, wij willen weten waar we erin gaan en waar we eh, voornamelijk ook weer winst kunnen pakken. Daar doe je weer precies hetzelfde: je retracement VIP. Je trekt hem vanaf waar die hem breekt. Ik, weet nu, ik trek hem nu weer snel vanuit een dag. Ga zelf zoeken. Ik ben niet je financieel adviseur. Mocht ik dat zijn, moet je veel meer voor mij willen weten. En ik, ik veel meer voor jou. Ik probeer juist te leren dat je snapt waarom mensen dat zeggen. Uh, en dat je gewoon ook beseft dat als je het zelf doet, er veel meer uit kan halen. Oranje zijn je targets. En dan moet je eigenlijk natuurlijk weer gaan kijken: zijn het een beetje reële targets? Heb ik goed getrokken en heb ik goed getrokken. Dan ga je eigenlijk kijken waar D. Nou, die 0,6 en 8 die valt precies op die square van deze hele grote candle. Dan heb je hier nog wel een beetje resistance. Misschien dat je hem nog wel iets verder kan pakken. Ik vind dit nog iets mooier. Maar dit zijn dan je targets. Want hier heb je een soort van uh, vloer. Dus support, het valt erop, het rijdt erop. En dan heb je hier zeg maar een vloer wat dan weer resistance kan worden. Dus dit kan dan een verkoopplek worden en dat is dan meteen een target. Koop hem dus zo dicht mogelijk bij de grond. Uh, targets, stel even niet helemaal van de grond. Targets, 60%, 100% en 175%. En dan kan je, je push je winner om dit stukje nog te krijgen. En wie weet kunnen we nog veel hoger gaan. Dat is het idee van als je je lager instapt en wel winsten pakt, dan kun je altijd hoger gaan. Of tenminste, dan zit je er gewoon altijd in met een mooie positie. Om altijd weer later eruit te kunnen gaan. Dus dit is een beetje over uh, zit X-ox. Je hebt de downside. Dit is je. Deze is je, is je risico. Zet je geen stoploss onder, Ga ik ook gelijk vertellen. Jij koopt op die 786. Geen stoploster onder. 60% van je geld. Nou, zeg maar 70% van je geld weg. Als wij jou dan weer, als wij wel een stop los hebben, dan zien wij je kansen. En vinden vindt het hier support, springen wij erin. En jij staat 70% down. Wij pakken daar uh, ja, goedkoop ZRX. En wij staan dan een 200% up wanneer jij weer break-even staat. En daarna gaan wij veel sneller groeien. Omdat wij een veel betere positie hebben. Dus uh, leer ook hoe je een stop los moet zetten. Dat zal echt wel een paar keer verkeerd gaan, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt. Kun je zoveel lekkerder slapen en zoveel beter traden. Hartstikke bedankt voor het kijken. Abonneer ook zeker als je dit een goede video vond en als je veel meer van me wilt zien, geef het een like als je het een leuke video vond. En ik wil de nieuwe abonnees hartstikke bedanken voor het abonneren. Adios.